Antwerp komt na een half uur zo waar op achterstand tegen de hekkensluiter. Ristovic is verrast, Geldof trapt de rebounds binnen. 1-0 voor Racing Waregem, de rassing zoals ze zeggen. Antwerp weet daar niet meteen op te reageren. Vlak voor rust creëert de Great Old zijn eerste echte kanspas. Cédric Thompson treft het toolkader net niet. 1-0 aan de rust. Een aanvallender Antwerp stelt orde op zaken in de tweede helft. Di Gregorio zet drie tegenstanders opzij en plaatst hard in de linkerbovenhoek. 1-1 na een uur. Knappe actie en dito schot van de captain die na een gele schorsing opnieuw in de ploeg staat. 2 minuten later krijgt Antwerp de kans om op voorsprong te komen. Er wordt aan Dom getrokken in de 16. Een licht toegekende strafschop voor Antwerp. Di Gregorio legt aan. 1-2. Antwerp dan toch op weg naar de 3 punten met de tweede goal van Di Gregorio. En het wordt nog beter voor Antwerp. Darren Gibson demonstreert zijn traptechniek. Sublieme goal, Antwerp van 1-0 achterstand naar 1-3 voorsprong in een kwartier tijd. Heerlijke trap van Darren Gibson. De Noord-Ier maakt zijn eerste goal voor de Great Old. Wedstrijd gespeeld, alhoewel Racing Waregem nog even voor spanning kan zorgen. Barro kopt een voorzet 8 minuten voor tijd voorbij Ristovic. Maar 2-3 blijft het. De nul houden lukt Antwerp niet. De logische 3 punten pakken tegen de laatste in de stand wel. Met Antwerp is een beetje vrezen als je speelt tegen de laatste ploeg. En dat was nog het geval vandaag. Dus de reactie was heel belangrijk, want we moeten 3 punten pakken hier. Zeker als je ziet dat Dender nog wint vandaag. Dus de punten moeten niet te groot worden. En oké, dat is een goede operatie om onze tweede plaats vast te maken.